blijven zitten. Het is nogal een ernstig verhaal, denk ik. Zo. Niet te doen. Hallo, ik ben Wester. Hoi. Dat is Davy. En dit is Peter Boventun. Vandaag gaan wij, dit is eigenlijk, de begindatum. Welke datum is het? Welke datum is het? 9 juli 2017, zeg het ook maar even bij, welk jaar? Dat is Kaya. Ja, dat ben ik niet. Nee. Ik heb geen dat is mijn bril. Brillen. Goed. Ja. Maar Davy, wat gaat er met deze omgeving gebeuren? Goed, deze omgeving gaat, hopen we, denken we, wordt omgetoverd tot Damien's kamer. Ze zeggen dat het eind van de zomer is, dus we moeten het hopen. Maar wanneer zijn ze al eind van de zomer, Davy? Vorig jaar. In 2015 zeiden ze dat ook. Maar toen nu de kerstfeer in de En dan krijg ik dan ook een andere kamer, maar die doet er verder niet toe. De kamer die ik nu heb, met haar Davy en dit wordt mijn kamer. Maar ja, zoals je ziet, dit is nou niet echt een kamer waar je in wil liggen slapen. Dus het wordt heel anders. Wat hier, deze woensdag, dat is hoeveelste, even kijken hoor, maandag is 10, dus de 12e. Komt daar, een bouwbedrijf, ik ga niet zeggen welk bouwbedrijf, want ik ga geen reclame maken. IBZ? Nee, niet IBZ. Ja, oké. Okay. IBZ doet geen raam maken. Makelaar. Komt er hier, raammaker.nl. Marleen Bakker. Marleen Bakker. Marleen Raambakker. Er zit daar, ik vind zeg maar zo'n streep. Ik weet niet of dat, nou ja, dat is niet zo'n beetje. Dat is een random streep, dat vinden ze leuk. Maar zeg maar, die daar, zit daar, daar mooi. Komt een mooiste muur ook. Mooiste muur, even. Niet te doen, gewoon. Daar komt een mooi raam. Maar het probleem zitten we hier, er liggen hier allemaal nog dingen zoals een Wii U en een Xbox en een tv. Toestand, ellende. Dus, maar dan kunnen we hier ook vanavond niet... Nee, maar sowieso ook maar hier naar bed. Oh ja. Vanavond, morgenavond dan. Juist. Ja, dan gaan we eerst even het beginstukje doen dat wij even wat gaan opruimen hier boven het raam. En de apparatuur van de Wii U, de televisie en al die ellende gewoon even, ja, waar gaan stoppen. Mijn boot! Oh, hé. Hey. Daar staat een kast. Dat kan ik niet. Hier hebben wij een koffer van Marilyn Monroe. Hé, nee. Ik moet even blauwe mutsen maken. Goed mensen, we zijn hier dus aan het opruimen en de volgende keer, woensdag komen ze deze ramen zetten, daar zo. En dan laat ik zien hoe ze dat een beetje doen. Tenminste niet, als de mensen erg zijn, maar begrijp het wel. Tot de volgende keer, dag hoor. Hallo, ik ben Danny. Hallo, daar ben ik weer. Ik wou zeggen hallo, ik ben de mes, maar dit is natuurlijk een video van zo'n tijd geleden. Vorige keer waren Danny en ik hier een beetje aan het opruimen. Zoals je ziet, het raam is er. Even focussen. Kijk. Hartstikke mooi. Het is hoe noem je dat? Een Velux. Vroeger had ik zo'n raampje, dat was zeg maar dicht. Ventileren en dan moest nog een keer nog iets open. En hier heb ik zo'n hendeltje. Nou, en dan heb ik dit. Een zonneschermpje. Je ziet mij niet, maar het is de bedoeling dat je het raam goed ziet. En... natuurlijk om het donker te maken. Dus. Erg mooi. Dus. Erg netjes. Nou, en ondertussen wordt mijn eigen kamer uit elkaar gehaald, die ik hier eerst had. Mensen die live mensen voelen, die herinneren dit wel een beetje.
toen zat ik zo. Hier zat ik dan op een dus zag ik dit beeld. Als webcam bij mij. Ja, nu zie je knuffels niet, zie je mijn tras niet. Dit is mijn bed. Je hoort nu ook echo. Het is hier een groot stofbende, want dit bed is hier echt heel lang niet meer verplaatst. Dus stof is een groot ding hier. Echt dan. Zo, en dit is de volgende morgen, daar ben ik weer. Die kamer die ik net liet zien, die is nu helemaal leeg. Mijn bed is verplaatst naar deze kamer. De kamer waar het raam zit. En jullie zien misschien ook monsterblikjes. Ik zal eens even een rondleiding doen. Ik heb hier dus alles al ondertussen een beetje geplaatst. Hier hebben we mijn computer. Kijk. Het is trouwens ook de eerste keer dat ik aan een bureau zit met een computer. Waarom is dat de eerste keer? Omdat ik constant op de grond moest zitten. En gisteren heb ik voor het eerst gegamed aan een bureau. Dat is eigenlijk best prettig. Ja, Nanny B ligt er ook bij. Is er ook gezellig bij vandaag. En dan heb ik hier mijn kastje. Die kast die stond er eerst ook al, maar daar hebben we gewoon nu even wat opgezet. Daarin zitten mijn kleren. Dan heb je de Duco, ja dat is gewoon ventilatie, daar kan nog niks aan doen. Als de ventilatie wordt aangezet, dan is het een beetje herrie, maar dat geeft niet. Dan hebben wij hier mijn bed. Die is weer in elkaar gezet op deze plek. Kijk eens aan. Ja. Daarachter, of hier, hebben we mijn kastje. Met al mijn deo's en mijn scheerscherm. Nee, die zit in die rode kast daar verderop. Daar zo bij die inktvis. En die op daar. En ja. Ik heb veel meer ruimte dan ik eerst had. Hier heb mijn monster. En ik heb, zoals ik al zei, ik heb veel meer ruimte dan ik eerst had. Dat ik ooit had. Dus daar ben ik erg blij mee. Dan zit je op dat raam te focussen. Hoe is? Zo. Hoe is? Goed. Dus ja, je denkt van, ja, maar er moet toch nog een nieuw tapijtje in al. Want het is nog steeds dat tapijtje waar toen bij mij de man dat slijm op was gevallen. Ja, dat klopt. Dat is het nog steeds. En zoals je ziet, de muren. De muren. Die zijn ook nog van. Tenminste, die zijn niet geschilderd. Dat moet nog allemaal gebeuren. Ja, ik weet het. Mijn bed en al staat er al. Mijn bureau. Het moet allemaal weer weg uiteindelijk. Lekker handig. Maar de reden waarom we dat nou eigenlijk deden is omdat ik eigenlijk niet kon wachten om aan mijn bureau te zitten. En omdat mijn bed opmaken op die andere kamer is gewoon een drama. Jullie gaan deze video's nog niet klaar. Voor mij moet ik nog een hele tijd wachten. Maar voor jullie zie je het gewoon hierna. Als het allemaal geschilderd is en de rest. Ja. Dat goed. Zo, kamertje leeg en nu gaan schilderen. Maar hier al ietsjes gedaan. Kijk de randjes. En hier zijn we volop bezig. We zijn al een tijdje bezig. Het is op zich best leuk, kijk eens. Hier is het raam. Het wordt allemaal wit. En ja. Dat. En toen was het wit. Helemaal wit. Alles is helemaal wit. We zijn een tijdje mee bezig geweest. Maar een hele verandering. En nu alleen het tapijt nog. Wat wordt nog veranderd? Ja. Dus dat. Ik ga hier straks weg. Dan kom ik er een paar dagen weer terug en dan is alles goed, alles klaar. Dus dat ging ik dan zien. Tot zo. En het is klaar. Het is klaar. Kamer is ingericht. Zie je niet heel veel van. Wat ik zo meteen doe, ik ga eens even zo'n mooie tour geven. En een mooi muziekje eronder. Als je en mijn audio weg, want als je mijn audio niet meer haalt, dan kom ik erop. Maar goed. Hij is klaar, eindelijk. Het is prachtig. Het lijkt een stuk groter. Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb het net allemaal ingericht. Ik heb mijn computers neergezet. Ik heb mijn computer. Ik heb mijn Xbox neergezet. En ik heb mijn Wii U neergezet. TV.
Jongen, er staan hier zoveel en ik ben er blij mee. Nou, hier komt de rondleiding. Nou, en dat was de rondleiding. Het ziet er echt subliem uit. Let niet op dit. Hier zit de oorzaak naar het dak. Dat was een oude schoorsteen. En als ik dat niet dicht maak met een plastic zak, dan valt het me als op gezicht. Viezere, natte regent op. Dus daar heb ik dan een zak overheen gedaan. Dat was het oos al. Dus ik weet niet of dat ooit gefixt gaat worden, maar dat zien we vanzelf. Ik ben er echt heel blij mee. En ik heb er geen woorden voor. Ik ben heel blij mee. Ik ga het nog verder inrichten met posters en al. Want dat vind ik wel een leuk. Een beetje leuke posters. Zoals je net op mijn kastje zag ook van The Lich King. En ik wil nog veel meer dus gaan doen. Maar voor deze video zit het erop. Misschien komen er ooit nog eens wat updates over deze kamer. En dan zien jullie het vanzelf. Misschien zelfs op Instagram. Vergeet ons ook niet te volgen op Swapmans, Mindmans en Dynamans. Als je een beetje dagelijks door het leven dingen wilt zien. En dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer natuurlijk even op Swapmans, Dynamans, Mindmans en Livemans. Als je niet meer was. En zie ik jullie dolgraag de volgende keer terug. Tot de volgende keer. Dag hoor.